Ja, wij maken een heel innovatief mobiliteitsconcept. Als je hierachter kijkt, zeg maar, dan zie je de PEL-V staan. Dat staat voor Personal Air and Land Vehicle. En dat is een voertuig waarmee je kan rijden en kan vliegen. De eerste vliegende auto in de wereld. Het is nog een klein beetje toekomstdroom. Het is hartstikke haalbaar, want in 2012 hebben wij laten zien dat hij rijdt en vliegt. En dat wij hem kunnen bouwen binnen bestaande regelgeving. Dus daarmee zijn eigenlijk alle hurdels weggehaald. Maar van concept tot product ben je nogal een poosje bezig. Dus de eerste uitleveringen gaan in 2017 plaatsvinden. Het is wat ons betreft zeker niet dé oplossing voor het Nederlandse mobiliteitsprobleem. Het is wel een oplossing voor iemands mobiliteitsprobleem. Dus mensen die de moeite nemen om een licentie te halen, want je moet toch leren vliegen. Mensen die ook een beurs hebben waarmee je dit kan betalen, kunnen op die manier efficiënter en sneller van A naar B. En de eerste klanten in Nederland zijn hun opleiding al aan het doen en hebben al contracten getekend. Ik krijg wel eens de vraag: is asfalt dan overbodig? Nee, absoluut niet. Want asfalt over de weg rijden is een heel energie-efficiënte manier van je verplaatsen. Dus als het te licht, gebruik liever asfalt dan 3 keer zoveel brandstof om te vliegen. Maar het ligt maar op zo weinig plekken in de wereld. Wij zijn in Nederland heel erg gezegend met heel veel asfalt. Maar in 90% van de wereld is dat er niet en is een PEL-V een heel uitstekende oplossing. Nou, de hele mobiliteit zit in een complete revolutie, denk ik, ook op de weg. Autofabrikanten waren vroeger alleen maar bezig met een betere motor, een snellere motor, een leuker uitziend, rijdend over een tweedimensionale weg. We zijn nu bezig met hoe stoppen we eigenlijk de energie in die auto? Wordt dat waterstof? Wordt dat batterijen? Waar gaat dat naartoe? Hoe wekken we dat eigenlijk op? Want ja, een elektrische auto of een waterstofauto is helemaal geen energieoplossing, want je produceert het nog steeds ergens anders en daar wek je dezelfde vervuiling op. Dus op het ogenblik zijn we alleen nog maar vervuiling aan het verplaatsen naar een andere plek. In de toekomst moeten we dus ook nadenken, juist ook in de mobiliteitsmarkt, van hoe gaan we die energie oogsten, noem ik dat. Dan is de vraag, hoe verpak je dat nou op een manier dat je het in een voertuig kan stoppen? En hoe gebruik je dat dan efficiënt? Nou, daar moeten natuurlijk allemaal oplossingen voor komen. Dus elektrisch rijden is mooi dat we dat ontwikkelen, want elektrische aandrijving zal wel een oplossing zijn. Maar die batterijen, ja, dat zal het nooit worden. Maar wat wordt het dan wel? Kijk, wij bieden een nieuwe mobiliteitsoplossing die de markt nog niet kent. En al dat soort oplossingen hebben twee dingen tot gevolg. Je krijgt nieuwe producten, maar het gaat ook gedrag van mensen veranderen. Wij zien dat nu al. Mensen denken na over ergens anders wonen, omdat ze nu in een half uur vandaar naar hun werk kunnen komen, wat anders 2 uur gaat kosten. Mensen denken na om over een eiland te gaan wonen. En dat is de moeilijkste in te schatten factor voor ons, maar ook voor de mensen die met mobiliteit bezig zijn. Wat biedt nieuwe techniek aan gedragsverandering? Wij zijn redelijk goed in bedenken hoe gaan wij die nieuwe techniek gebruiken en hoe we nu leven. Maar de praktijk is altijd dat 10 jaar later denken, we hadden nooit gedacht dat we zo anders zouden zijn gaan leven. Nou, daarom moet je met elkaar in een congres gaan praten over wat betekent het nou echt. Veel meer aan de gedragsveranderingskant dan voor wat we nu doen. Daar is een uitdaging.